Het eerste punt is meteen ook het hoogtepunt. De bostoren van landgoed Schovenhorst. 225 stappen, klopt dat? Ja. Treders. Ja. Oh! Ja, dit mag toch, hè? Ja, tot zover. Oeh! Ik had niet verwacht, ik denk we gaan een toren op. Maar, En hoe hoog staan wij hier, Aad? Wij staan hier op 40 meter. De balie is 40 meter boven het maaiveld. Als ik het dus goed begrijp, is hier op het landgoed de borstcultuur op de Veluwe ontstaan. Ja, helemaal. Ja, 180 jaar geleden is dus de heer Schober begonnen met het zaaien van coniferen. En in het bijzonder Douglas. En heeft dat ontwikkeld en uitgeplant. En dat is in die 170, 180 jaar helemaal ontstaan. Maar hoe daarvoor het... was hij. Dat is echt een knaller. Dat zijn twee mammoetbomen. Ja. En er staat een boom tussendoor. Dat is een zilverspar. Ja. Die heeft twee van die... Een beetje die gekke vorm. Ja. Nou, dit is wel ongeveer het hoogste punt, denk ik, toch? Ja, bijna wel. Ja. Bijna wel. Dat is een Douglas. Maar ik heb ook begrepen, Aard, dat hier ergens het zwaartepunt van Nederland ligt. Ja. Klopt dat? Dan moet je een beetje links van die boom kijken. Die kant op dus. En dit is hem dan. Het zwaartepunt van Nederland in Krachtighuizen. En daar zijn ze enorm trots op hier in Krachtighuizen. Het schiet natuurlijk niet op dit. En als laatste het ontmoetingspunt van Krachtighuizen. Het smulhuisje van de familie Helsdingen. Iets dat ik altijd al gewild heb. Ja, doe maar gewoon. Gaat hier heel goed. En daarna zeg ik niks meer hoor. Oh nee! Oh, wat erg dit. Oh, wat erg dit. Dat is altijd met eerste spul 's ochtends. Nee, dat deed jij gewoon, denk ik. Gaat al een stuk beter. Ja, ja, ja. Dacht goed. Ik, hè? Ja. Ik ga even naar je vader. Nou, doe even. Henk, ik heb een ijsje voor je. Echt, helemaal tof, man. Ben je er dol op? Ja, het is echt... Het is dé ontmoetingsplek, Henk, van Krachtighuizen. Ja. Maar er zit helemaal niemand. Nog niet. Direct dan de eerste stonden er al. Het bijzondere is zo dat je gaat stoppen. Ja. De familie Helsdingen gaat weg. Ja. Uit Krachtighuizen. Gaat weg uit Krachtighuizen. Oh jee, waar moet iedereen nou smullen? Nou, ja, hier blijft het bestaan. Dus... Maar ga je dit dan niet missen hier? Dat zullen we in het begin wel missen. Maar ja, op een gegeven moment dan mis je het misschien als kiespijn. Dus, hè? Oh ja? Is het ja, misschien wel. Ja, ik ben 67, wat willen we dan nog? Hè? Dus... Ja, het is voor ons de langste tijd wel geweest. We proosten op het leven. Op het leven. Op het leven. Daar gaat het om. Hè? Wat een geweldig ijs heb je.